Jongeren moeten middels geloof herinnerd worden aan waarden en normen, zei president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen weekend in Ikeri bij de heropening van de Shiv Mandir aan de Walidin Isaakweg. President Santokhi benadrukte het belang van het verrichten van goede daden in het leven. De president wees erop dat terwijl bepaalde jongeren streven naar groei en ontwikkeling in hun persoonlijk leven, anderen alleen kijken naar luxe goederen. Het staatshoofd gelooft dat in Ikeri, met de heropening van de Shiv Mandir, jongeren gestimuleerd kunnen worden om een beter mens te zijn. Ook op de jongeren werd er een beroep gedaan om het gebedshuis regelmatig te bezoeken en gebruik te maken van de verschillende educatieve lessen die binnenkort zullen beginnen bij de Mandir. De president benadrukte dat jongeren ook moeten begrijpen dat ze hun medemens kunnen helpen. Soms kan dat slechts door gebed. Misschien ben je al 100 keer naar de Mandir gegaan en je hebt gebeden voor iets en je hebt het niet gekregen. En één keer heb je het wel gekregen en misschien was die ene keer de dag waarop jouw buurman voor jou gebeden. Jouw collega voor jou gebeden. Andere mensen voor jou gebeden. Is het wel gelukt. Dus neem dit even mee. Dat je soms voor anderen moet bidden. Want dat is het doel van het leven. Ongeveer een jaar geleden gaven de burgermoeder, Sinrita Gobarden, Rajesh Raikomar van het kabinet van de president en de bestuursvoorzitter van de Mandir het startsein voor de renovatie en uitbreiding van dit gebedshuis. Door tussenkomst van Ramon Jawala Prasad werd er een verzoek ingediend bij de president voor financiële middelen. Dit verzoek werd goedgekeurd waarna de werkzaamheden konden beginnen.